Yo, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Gilbert van Crafty for You. En op dit moment ben ik onderweg naar Monnikendam, waar ik niet 1, niet 2, maar 3 slaapkamers ga spuiten. Neem me mee door het hele proces, maar eerst nog even 1,5 uur ongeveer rijden. Tot in Monnikendam. Oké, nou, lekker stukje gereden. Aangekomen in Monnikendam in de eerste slaapkamer. Dit wordt de slaapkamer van Quinn. Dit is het ontwerp. Gemaakt op de iPad. En ik ga beginnen met het beamen van dit ontwerp op de muur. Oké, van de eerste slaapkamer staat de schets op de achtergrond. Even kijken, nou, zo kun je een beetje zien. En ik ga nu gelijk door naar de tweede slaapkamer om daar de schets ook aan te brengen. Oké, dat was de eerste slaapkamer. Door nu naar de slaapkamer van Raf. En het eindresultaat van deze zie je aan het einde van de video. Thank you.
Oké, nummer 2 is ook klaar. Door naar nummer 3. Oké, aangekomen bij de laatste muur. En dit is nogal een leuke uitdaging, want dit is geen rechte muur, maar deze muur is scheef. Dus het is een eigenlijk een soort van plafond. En buiten dat het lastig is omdat ik de hele trap op en neer moet, moet je dus ook een soort van half met een gebogen rug spuiten. En je spuit geen rechtlijn, maar je spuit dus lijnen een soort van half van je af. Dus dat is nog best een uitdaging, maar we gaan er gewoon weer het mooiste van maken. Oké, dat was hem. Laatste slaapkamer is ook helemaal klaar. Heel tof geworden. Ik ga straks het eindresultaat laten zien van alle drie de slaapkamers. Voordat ik dat ga doen, vraag ik natuurlijk altijd eerst. Doe even een blauw duimpje omhoog. Heb je een leuke vraag, suggestie, reactie of iets anders wat je wil achterlaten in de comments? Doe dat dan even hieronder. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Hier komt het eindresultaat van de drie slaapkamers.